Ja. Dus nogmaals welkom iedereen bij onze live les groen. Vandaag gaan we eens een training doen voor het volledige lichaam. Maar we zullen een stoel gebruiken als extra materiaal en twee gewichtjes dat we kunnen gebruiken. Moest je dat niet thuis liggen hebben, kan je ook twee flessen water bijvoorbeeld gebruiken. Dat hoeft niet zwaar te zijn, dus we gaan daar straks ook een aantal oefeningen mee doen. Maar vooraleer dat we van start gaan, gaan we uiteraard wat opwarmen. En we kunnen er nu mee beginnen. Hè. Voilà. Ja, dat is de eerste opwarmingsoefening dat we gaan doen. Maar uiteraard is schouders ook vandaag goed opwarmen. Laten we ons daar eens mee starten. Dus, wanneer ik gewoon simpelweg de armen voorlangs. Ja, gekruist naar voren zwaaien. En dan eigenlijk goed naar achteren. En mag je telkens wisselen van armen. Die van boven is, ja. Een keer links rechts en dan een keer rechts links. Voilà. Even ontspannen. Dan ga ik de knieën van hoog heffen. Ja. En ik ga als het ware te plaatsen stappen met de knieën hoog. Ontspannen. Voilà. En nu gaan we de combinatie doen met de benen en het bovenlichaam. Voilà. Dus nu gaan we de combinatie doen van de twee vorige oefeningen. Ja, ik zie dat dat goed is hoor. Vijf. 4, 3, 2, 1, ja, voilà. Maar even ontspannen. Voor de nieuwe persoon die toegekomen is in onze live les. We zullen wat materiaal gebruiken vandaag. En zijn gewoon de stoel dat we gaan gebruiken. En twee extra gewichtjes. Dus moest je dit niet direct bij de hand hebben. We gaan dat straks gebruiken. Maar nu doen we wat oefeningen voor op te warmen eerst. Wow. Oké, we gaan dan verder gaan met onze opwarming. Dus eigenlijk gaan we nu mooi stabiel ter plaatse staan. En ik ga gewoon links rechts een trap gaan geven. Naar voren zeg maar. Ja. Zo nu weer. Ja, zo naar voren gaan zwaaien. En zo maar uitstrekken. Ja. Just een keer. Oh, voilà, oké. Okay. Ja. Nou, ook nog eentje doen voor de schouders. Dus eigenlijk gaan we de handen, de armen voor en naar achteren gaan zwaaien. Ja. Oké. Ja, super. Voilà. Oké. Ja, we gaan misschien al direct onze stoel erbij halen. Ik ga hem eens klaarzetten. Ja. Oké. Voilà. Dat is de eerste oefening dat wij gaan doen met de stoel. Maar ik heb een oefening nu voor de beenspier. Maar ik de squat gaan doen. Ik ga mijn stoel misschien dan anders draaien. Dus eigenlijk gaan we de handen op de schouders zo houden. En eigenlijk gaan we door de benen gaan, de stoel raken en dan weer omhoog komen. Ja. 1. 2. Ja, dat is goed hoor. 3. 4. 5. Ja, we gaan eraf even doen.
9 en 10. Voilà, even rust. We gaan er niet te veel doen, want we gaan nog wat oefeningen doen in deze aard. Voilà, dus nu was er wat aan handen op de schouders. Nu ga ik een extraatje doen. En eigenlijk, dit is wat meer stabiliteit dat we gaan nodig hebben. Nu mag ik de armen in de lucht houden. En ik zo dezelfde beweging gaan uitvoeren. Nu ga je wel meer de core moeten gebruiken, lichtjes, om wat meer te gaan stabiliseren. Voilà, zijn jullie klaar? En we gaan starten. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nog even. 9. En 10. Oké. Ja. Ik denk dat dat goed was. Voilà. Oké, de volgende oefening. Dat was toch eens draaien voor jullie. Voilà. Dus nu gaan we nog één squat beweging doen, zoals daar straks. Maar nu gaat het ietsje zwaarder zijn. Je kan de stoel gebruiken als extra middel. Ik kan ervoor de leuning gaan vastnemen. En ik zo naar beneden gaan en jezelf ondersteunen. Maar de stoel staat er nu niet. Dus nu kan je als het ware iets dieper gaan zakken met de benen. Waardoor het iets zwaarder is voor de beenspier. Voilà. Dus eigenlijk mag je, moest je dat wensen, de rugleuning vastnemen. Als extra ondersteuning. Misschien ietsje breder staan met de voeten. En eigenlijk zo naar beneden gaan. Ja. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9 en 10. Ja. Oké. Eventueel moet de been wat lossen, wat ontspannen. Ja, oké. Als je terug is draaien. Ja, we gaan eens gaan plaatsnemen op de stoel. Misschien is hem toch wel naar beneden draaien. Dat ik wat beter in beeld kan mee voor jullie. Ja. Dus eigenlijk, nu gaan wij al zitten. Ja. Dus ik been afwisselend zo omhoog gaan brengen. Dus noods mag je de hiel laten steunen op de grond. Maar als dat lukt, mag je zelfs de hiel van de grond blijven houden in de tussentijd. Voilà, gaan we nog 10 doen. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2 en 1. Ja, oké. Voilà. We gaan nog een oefening doen in deze aard. Maar we hebben de twee benen gestrekt, gelijk afwisselend. Gebogen de knie naar de borst ongeveer gaan toetrekken. Ja, we gaan er nog 10 doen nu. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Ja, oké. En vooraf te sluiten met deze oefening gaan we eigenlijk hetzelfde doen als de vorige oefening, maar we gaan nu eigenlijk twee benen tegelijkertijd gaan gebruiken.
Dus hoe hoger dat je de benen in de lucht houdt tijdens het naar je toe trekken, hoe zwaarder dat is. En hoe lager je de voeten en de benen van de grond houdt, hoe minder zwaar. Dus ik kan daar zelf een beetje mee spelen, uiteraard. Dus ja, we kunnen starten nu. 1. Ja, maar 1, 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. En 10. Ja, oké. Super. Oké. Ja, we gaan een keer rechts naar die terug. Misschien toch wat naar beneden draaien misschien. Voilà, nu zullen we een oefening voor de kuitspieren. En de stoel is het ideaal middeltje hierbij. Want we kunnen het zelf gaan ondersteunen, zeg maar, met de stoel. Dus de bedoeling eigenlijk is van deze oefening, dat we op één voet steunen. Als het ware zo. Andere voet mag je zo plaatsen tegen de kuit. En eigenlijk gaan we vanuit de top van de voet zo gerecht komen. En dan traag zakken. Ja, even zo. En traag zakken. Voilà, 1. 2. 3. Je mag snel naar boven, maar traag zakken. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, gaan er nog twee doen, 11 en 12. Oké. Okay. Ja, oké, okay, we gaan direct overgaan naar de andere zijde. En we gaan terug verder doen. Voilà. 1. 2. 3. 4. 5, ja. 6, even volhouden, 7, 8, maar dan nog 4 doen, 9, 10, 11, en 12. Ja, voilà. Oké, okay. We gaan nog afsluiten met de twee voeten te gebruiken en gezamenlijk de oefening te doen. Voilà, 1, 2, en mag dat de twee voeten doen? Ja. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Oké, okay. Maar 10 doen. Meer of niet. Ja, het is nu tijd voor de twee gewichtjes erbij te halen. En wat oefening doen voor het bovenlichaam mee. Met onze stoel ook. Dus hey, mag je wel plaats nemen op de stoel. Voilà.
En we kunnen dan niet starten. Ja, we gaan hier starten met de twee gewichten. Hetzelfde moment. Dus de bedoeling is dat de twee gewichten ongeveer op kinhoogte houden. Ongeveer op kinhoogte. En ik ga hem zo recht omhoog drukken en traag terug zakken. En mag eigenlijk als slaan hoe stel ik ja, mooi rechtop zitten. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Even houden. 9 en 10. Ja, oké. We gaan het niet meer doen, omdat we nog oefeningen gaan doen in deze aard. Oké. Volgende oefening die ik ga gaan doen is terug met de twee gewichten, maar je mag onderhands starten met de twee gewichten als het ware naast de stoel. Dan gaan de elleboog heel netjes gaan plooien, niet te veel. Dan gaan we vanuit de schouders zo ongeveer tot op neushoogte gaan komen met de twee gewichten. Ja, 1, 2, en de elleboog mag niet bewegen, dus je moet dezelfde hoek in de elleboog blijven behouden. 5. 6, ja. 7, 8, 9 en 10. Ja, oké. Zie dat dat goed is hoor. Ja, dan gaan we overgaan naar één fles of één gewichtje. En deze gaan we boven het hoofd houden. Voilà. Zo. En eigenlijk gaan we de elleboog gaan plooien. En eigenlijk zo te weg. We gaan gaan uitstrekken. Boven het hoofd, ja. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, ja, nog even volhouden, 8, 9, en 10, ja, jullie doen dat goed hoor. Van de rechtjes achter aan de kant en wat oefening doen. Terug weer voor ja, het onderlichaam. Dus hetgene dat wij nu gaan doen is steun zoeken met de handen op de stoel. Ja. Maak dat je hoofd stabiel staat en nu gaan we eigenlijk het been zo naar achteren gaan uitstrekken. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, naast de schouder, 7, 8. 9 en 10. Super hoor. En we gaan eens wisselen met het andere been. Ja, nu dat je de pols kan lossen. En we gaan terug de andere zijde. Ja, 1, 2, 3, 4.
een 6, 7, 8, 9 en 10. Ja, super. Oké, dan de volgende oefening. Lukt dat een beetje met de polsen? Ja. Oké, dan de volgende oefening dat we gaan doen. Is terug eigenlijk zo steun gaan zoeken. Op de stoel. En dan gaan we de knie, zeg maar de voeten redelijk ver naar achteren gaat. De knie afwisselend naar jou toe gaan trekken. Ja. 2, 3, 4, 5. Goed de buikspieren opspannen. Ja. 6, 7, 8, 9, 10. Dan er nog 2, 11 en 12. Oké. We gaan nog een oefening doen in deze aard. Dus nu hebben we de knieën afwisselend naar ons, ja, naar onze borst gaan toetrekken. Nu gaan we hetzelfde doen, maar het enige verschil is dat we de knie naar de tegenoverstaande elleboog gaan brengen. Dus de rechterknie gaat naar de linker elleboog en andersom ook. Dus eigenlijk gaan we zo gekruist de knie. Ja. Voilà. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, oké. Helemaal even ontspannen. Oké, super hoor. Dan de volgende oefening. Terug. Iets wat hetzelfde. Zoals deze oefening dat we juist hebben met de stoel hier. Met deze reeks. Zij gaan terug steun gaan zoeken. Maar nu gaan we de knieën boven houden. En ga ik zo naar achteren gaan brengen. Ja, dan zijn we de knie. Ja, gewoon boven houden. Voilà. 1, 2, 3, 4, ja, 5, 6, 7, 8, dan heb ik het volgen, 9, 10, oké, maar de 10 doen. En dan is het beste als 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Oké. Ja, misschien dat dat goed ging. Voilà, we gaan misschien een keer één oefening doen zonder de stoel. Ja, even zal ik afzet. Oké, dus we mag redelijk breed staan. Laat de twee voeten. Ja. En ik ga me links-rechts zo gaan doorbuigen. Telkens, ja, met de knie.
Voilà. En we gaan terug een oefenreeks doen voor het bovenlichaam. En dan gaan we de twee gewichten terug erbij gaan nemen en gaan gebruiken. Oké, we gaan starten met de moeilijkste oefening eerst. Dus eigenlijk starten we met onze ellebogen 90 graden, zo op schouderhoogte. Draaien we open, duwen we omhoog, keren we terug en komen we weer samen. Ja. Voilà. En dat is 1. Zes, ja. Zeven. Acht. Negen. En we gaan nog één doen. En tien. Ja. Zien dat dat goed is hoor. Super. Oké. Ja, dan de volgende oefening. Dus dat was hier een beetje meer voor de voorkant van de schouder. Nu gaan we al meer de bovenrug en de achterkant van de schouder wat versterken. Dus eigenlijk mag je iets wat naar voren gaan zitten op de stoel. Als het ware dat je op het puntje zit van de stoel, op het laatste zeg maar. De voeten mag je wat naar voren plaatsen. En dan gaan we met de twee gewichten onder de bovenbenen starten, wat voorover liggen. Met de borst eventueel op de bovenbenen, op de dijen. En hij zal gaan openkomen met de twee gewichten. Ja. 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6, 7. Wat er nog twee doen? 11 en 12. Ja. Ik zie dat goed was hoor. Oké. Dan de volgende oefening. Hier sta ik misschien voor één gewicht te gebruiken. Dus we gaan met één gewicht werken. De bedoeling is eigenlijk dat we één gewicht zijwaarts laten hangen. En ik ga de ellebogen lichtjes boven houden. En ik zo schuin omhoog gaan treffen. Dus zorg ervoor dat je mooi stabiel zit. En ik ga zo arm per arm gaan doen. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, maar er nog 2 doen. 9. En 10. Ja. En we gaan eens de andere zijde gaan gebruiken. Dus terug de elleboog lichtjes boven. Voilà. 1. 2. 3. 4. 5. 6, 7, 8, nog 2, 9 en 10. Oké. Voilà, en we blijven bij 1 gewicht. En nu gaan we de stoel eigenlijk gebruiken als ondersteuning. Dus eigenlijk mag je één hand plaatst op de stoel voor steun, ja. Dan gaan we de voet dicht van de hand plaatsen naar voren. En andere benen gaan naar achteren plaatsen. Voilà. Dus maak dat je je gewicht eigenlijk verdeelt over je hand en je twee benen. En hier gaan we dat gewicht houden.
En eigenlijk gaan we zo met de elleboog naar achteren gaan brengen. Zodat we het gewicht van veer naar de liestreek, naar de heupstreek, ja, omhoog gaan trekken. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nog 2, 11, 12. Ja. En dan gaan we inzetten met de andere arm. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 en 12. Ja, uitstekend hoor. Super. Voilà. Oké, gaan we stoel nog even aan de kant zetten. We gaan nog een paar oefeningen doen. Combinatie aan het bovenlichaam en het onderlichaam. Dus eigenlijk gaan we door de benen gaan squatten. En op het moment dat wij door de benen squatten met twee gewichten, we gaan hier met één gewicht starten, dat gaat het beste zijn. Ja, we gaan met één gewicht starten. Dus ik kan hem als het ware zo vasthouden of zo, mag kiezen. Dus eigenlijk gaan we gaan squatten door de benen en dan het gewicht zo naar voren brengen. Goed de stabiliteit houden op het moment dat je erin zit. We gaan er nog 8 doen. 8. 7. 6. Ja. 5. 4.
kunnen houden. Ja, en we kunnen dan eens de andere zijde gaan gebruiken. En mag zelfs de vingertoppen gestrekt houden. En de geleden kan ontspannen. Ja, oké. Maar terug de rugleuning gebruiken. En dan de twee voeten. Ja, in dezelfde richting plaats. Met het voorste been doorbuigen. Het achterste been gestrekt houden. Zodat je de kuit hier langs achter voelt rekken. Ja. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. 10, 11, 12, 13, 14 en 15. En we gaan uiteraard ook nog weer de andere zijde aanstrekken. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Ja. Super. Oké. We gaan ook de armen, maar ook nog een keer als extra doen voor de schouders. Dat ik zo draaibeweging maak. En we gaan de cirkels redelijk groot maken. Maar mooi naar achteren zwaaien en naar voren. En de vingertoppen mag je gaan spreiden. Ja. Moet dat niet te snel willen doen, maar mooi grote cirkels maken. Ja, en dan is wisselen van draairichting. Ja, de armen ook wat gaan loszetten. Oké, super. Ja, we gaan nog een oefening doen. Dus ik kan hier de stoel gebruiken ter ondersteuning. Dus ik ga redelijk breed staan met de twee benen. En ik zo gaan doorbuigen naar de ene zijde. Zodat het been gestrekt is. Dan ga je de stoel gebruiken als ondersteuning. Tien, negen, acht, zeven, zes, vijf, vier, drie, twee, één. Voilà. En we gaan ook een keer de andere zijde gaan uitsmijten. Voilà. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht. 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15. Oké. Wat? Ja, we zijn er dan niet met onze live les groen van vandaag. Dus ja, in ieder geval, bedankt voor jullie inzet. Ik heb gezien dat jullie dat goed deden.
En nogmaals bedankt. En tot de volgende les, tot volgende week dan. Bedankt. En tot de volgende.